Het diakonessenhuis organiseert in verband met de Internationale Dag van de Verloskundigen van 5 tot en met 12 mei de Nurses Week. Het thema van de Nurses Week is Midwives, Defenders of Women's Rights. In het kader van de Nurses Week werden de verloskundigen van het ziekenhuis veel lof toegezwaaid. Ruud Mangro, verpleegkundig directeur van het diakonessenhuis, zegt dat de verloskundigen behoren tot de ruggengraat van de gezondheidszorg. Mangro benadrukt dat de verloskundigen heel bijzonder zijn. Voor ons in het diakonessenhuis zijn de verloskundigen inderdaad een heel bijzondere groep. We hebben er niet erg veel, maar het zijn verloskundigen die keihard werken om inderdaad de vrouw, de zwangere vrouw, de moeders, de baby's, de gezinnen te ondersteunen bij de bevalling, de geboorte, de bevalling en daarna ook het kindje te begeleiden waar het echt nodig is. Wij hebben 13 verloskundigen, los van het hoofd en het subhoofd hebben we 13 verloskundigen. En tot op dit moment hebben wij voor dit jaar 650 bevallingen gehad. Dus u kunt nagaan hoe hard onze verloskundigen werken. Dus ik wil vanuit deze plaats onze verloskundigen, Diakonessenhuis, een applaus geven samen. Mangro zegt verder dat de verloskundigen een speciale rol hebben bij het begeleiden van bevallingen. Daarom staat het thema Midwives, Defenders of Women's Rights helemaal in het teken van de belangrijke rol die verloskundigen spelen als het gaat om de rechten van zwangere vrouwen. Het hoofd van de verloskundige afdeling, Griselda van der Leeuw, doet uit de doeken wie de verloskundige van het jaar is in het diakonessenhuis. Op de tweede etage, waar alle zwangere vrouwen en kraamvrouwen liggen, is de stemming geweest. Dus op de verloskamer en op de kraamafdeling. En het verplegend personeel die nauw met haar werkt daar, die hebben op haar gestemd. Maar zuster Alberg is een zeer competente verloskundige die haar werk naar behoren met heel veel liefde doet. Dus ze hebben haar uitgekozen als verloskundige van het jaar. De Nurses Week is begonnen op zondag 5 mei en wordt afgesloten op zondag 12 mei, de Internationale Dag van de Verpleegkundigen.